Het jaar 1090. Het keizerrijk van Karel de Grote is ineengestort en daarmee zijn ideaalbeeld van de vrije en ontwikkelde mens. Zijn leven niet meer zeker, zoekt men bescherming bij de meest vermogende grootgrondbezitter. Het is de riddertijd. Je geld! Kom op, je geld en snel! Alsjeblieft, heer. Schurken. Geef hier dat geld. Het ziet er prima uit. Kom mee. Brand! Brand! De toren staat in brand. Doorgeven. Hey, je knoeit op mijn voeten. Oh, wat een hitte geeft dat vuur. Je kunt niet dichterbij komen. Die boiler is brand, die boiler is brand. Oh, wat is dat mooi. Die boiler is brand. Het is waar, het is inderdaad mooi zo'n vuur. Ja, prachtig om te zien, hè? Wat zeg je? Ik zal jou eens iets moois laten zien. Au! Huh? En jij, wil jij wel eens gauw dat vuur gaan blussen? Het is de moeite niet meer waard, hoor. Hey. Hij is er, edele heer. De deskundige is er. Geduld, mijn beste. Kijk hier. Dit is het laatste op het gebied van vestingtorens. Het ziet er goed uit. Ja, daarboven is een dubbele wal geplaatst. Dus daar is het nodig. Het is veel mooier. Hier, dit is mijn beurt. Spaar jij je vracht alsjeblieft. Ja, waar. Doorwerken, niet snutten. Kijk eens, dat begint al ergens op te lijken. Zei ik het niet? Zeg, ziet het er niet een beetje vreemd uit? Ach, u vindt het niet zo mooi? Nou, goed dan. En zo dan. Is het zo beter? Veel beter, vindt u niet? Ja, dat spreekt vanzelf. Jullie hadden mijn plan ook moeten uitvoeren. Stommeling, zie je dan niet dat die toren scheef staat? Ik moet ook alles alleen doen. Hé, hey, jij daar. Jij staat tenminste niet te slapen. Help me eens even. Ja? Zo moet het. En let erop dat de stijgers recht staan. Goed, wij gaan. Hier is uw paard, edele heer. We kunnen gaan. Goed, we gaan op jacht. Kom op, paardje, we gaan. Vooruit. Mama! 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 Die arme beesten stikken met zo'n slappe band om hun nek. Daar moet toch iets op te vinden zijn, eens kijken. Wat een mooi beest. Let op wat er nu gaat gebeuren. Misschien gaat het zo, als ik die band versterk. Nee, ook niet. Ik moet iets anders bedenken. Die baard ook. Waardeheer, wat is er met u gebeurd? Deze idioot denkt er alleen maar aan zijn eigen huid te redden in plaats van mij te helpen. Ik denk dat u ditmaal wel tevreden over me zult zijn. Ik hoop het. Prima. Je kunt rijke reizigers al van verre zien aankomen. Zeg, baas, het is goed, hè? Mijlenver in de omtrek kun je ze zien. Ziet u wat ik daar zie? Daar op de weg? Ik zie er in de verte een plek waar we veilig zullen zijn. Laten we ons haasten, vrienden. Vooruit, Rabaal! We zijn er. Wat? Je lijkt me een goed mens. Kom toch naar de stad. Ik vind daar wel werk voor je. Pieter en enkele andere slaven zijn gevlucht om te proberen de stad te bereiken en een beter leven op te bouwen. Ze volgen ons verberg je. Zo, grapjassen. Dachten jullie de benen te nemen? Maar... Au! We missen er een. De adel denkt alleen maar aan rijker worden en de geestelijkheid denkt er al niet anders over aan het eind van de 11e eeuw. Maar de door muren omringde en beschermde dorpen veroveren langzamerhand hun vrijheid. Onze vriend weet gewoon niet wat hij ziet.
Een aalmoes, mijn zoon, het is voor de armen. Maar ik heb niets. Kom binnen, broeders, het eten staat klaar. Wat een stoffen. En die juwelen. Oh, wat mooi allemaal. Oh, de grote stad is duidelijk wat voor mij. Nee! Nee! Bekken! 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 Interessant, tenminste. Hey, hallo? Hallo, vreemdeling. Ah. Pieter! Kijk, mijn nieuwste werk. Hier is het ontwerp. De basiliek zal de vorm van een kruis hebben, gerealiseerd door de kruising van het kerkschip en koor met de twee dwarsbeuken. En er zal geen sprake zijn van een lage welf. Ik wil dat ze hoog naar boven wijst, ja zelfs naar de hemel. Mag ik even kijken? Volgens mijn berekeningen moet het met steunbogen kunnen. Oh, mijn arm. Oh. Toch had ik het berekend. Gaat het? Bedankt voor alles, Pieter Nel. Ik zal weer eens moeten gaan rekenen. Als iets instort, wil dat zeggen dat het niet houdt. En als het niet houdt, komt dat omdat het niet gesteund wordt. Gesteund, gesteund. Eureka! Dat is het, stutten. Pieter, stutten. Dat is de oplossing, begrijp je? Ik krijg de indruk dat er hier iemand mijn berekeningen niet vertrouwt. Echt, Pieter, deze keer moet het gaan. Dat doen ze expres, dat kan niet. Hey Pieter, hoe gaat het? Zoals u ziet gaat het prima met me. Oh, prima. Zijne heiligheid Paus Urbanus II heeft een kruistocht uitgeroepen tegen de ongelovigen. De bewakers van het graf van Christus. Hij zei, gaat heen mijn zoon en bestrijd de heidenen. Het is Gods wil. Het is Gods wil. Jeruzalem. Gods wil. Naar Jeruzalem. Het is Gods wil. Pieter. Hey, dikke ouwe jongen. Hoe gaat het? Ga je mee? Kijk hem. Stelletje luilakken, schiet op. Ik blijf liever uit hun buurt. En dat is de belangrijkste reden om te blijven. Ja, nou begrijp ik je. Schiet op, kom mee. Op naar Jeruzalem in naam van God. Bij deze eerste kruistocht bevond zich geen van de drie regerende vorsten van het Westen. Willem II van Engeland, Hendrik IV van Duitsland en Philip I van Frankrijk waren in datzelfde jaar 1096 geëxcommuniceerd door de lichtgeraakte paus Urbanus II. Er zijn al heel wat jaren verstreken sinds het vertrek van de kruisvaders. In het dorp gaat alles een gewone gangetje, kalm en vredig. S'nachts trekt men geen pyjama's aan. Maar overdag wordt er toilet gemaakt. Hoewel, natuurlijk heel bescheiden. Ik ga naar mijn zusje kijken. Laat haar toch slapen. Tot vanavond, lief zijn hoor jongens. Die ochtend heerst er een grote drukte op het plein. Piet de kluizenaar is terug. Die trouwelozen zijn als een stel honden tekeer gegaan. Maar we hebben met mannenmacht gestreden voor ons geloof. De tijd verstrijkt. En op een goede dag... Vergeet nooit de manier waarop wij die wilden een aframmeling hebben gegeven. Ah, je bent terug. Ja, Pieter. Nou, we begonnen met 15.000 man te vechten en na enkele kleine discussies waarmee we onze tegenstanders wilden overtuigen van ons gelijk, lukte het mij onze vlag op het fort van Jeruzalem te planten.
Nu je een vrij man bent geworden, kun je hier blijven om ons te helpen. Oh, wat een schattig eendenverkoopstertje. Je hebt gelijk, het is een schatje, maar weet je, ik ben bang dat je niet helemaal dat type bent. Een beetje te dik, mijn beste. Ze zag je niet eens. Laat me los. Oh, ze houdt wel van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt wel van me. Wat zijn dat voor manieren? Iemand helemaal uitkleden. Ik vat nog kou. Ze houdt niet van me. Ze houdt wel van me. Hé, hey, Dick, laat het arme beest eens los, wil je? De kracht van ieder dier zit hem in de schouder en in de lengte en vorm van de hals. Dus iedere halsband die je hem aandoet, kan hem verstikken. Maar hoe moet het dan? Nou, gewoon een stijf schouderstuk. Ja, maar jongen, kijk eens, zo'n arm beest zou zich pijn doen en verwonden met zo'n stijve band. Stijf? Nee, hoe kan dat nou stijf zijn? Dat is nou een idee van niks. Maestro, ik snap niet wat er nou voor stoms aan mijn idee is. Het is veel beter dan wat u bedenkt. Vandaag wordt er niet gewerkt. Het is feest. Er is een groot toernooi georganiseerd. Een van de hoofdpersonen is niemand minder dan... Chef, het is voor u een peulenschilletje. Kinderen ophouden, het is tijd voor school. 4 maal 2 is 8. 4 maal 2 is 8. Goed zo. En wat is de naam van dit land? Ja, dat is in ieder geval, in principe is het. Ja, natuurlijk. Ah, Pieter, ik heb het gevonden. Kijk maar. Ik zei het toch, de oplossing van het probleem is een stijf tuig. Dat zal de uitvinding van deze eeuw worden. Mijn naam zal daar tot in lengte van dagen aan verbonden zijn. Stel je eens voor, door deze uitvinding van mij zullen goederen vervoerd kunnen worden. Deze uitvinding van mij belooft een beter leven, rijkdom en voor iedereen handel. Maar wat is dat? Ze hebben mijn idee gestolen. Ja, de mensen zijn gewetenloos, vindt u ook niet? Tientallen jaren zijn verstreken. Er is weer een groep kruisvaders vertrokken, weer teruggekomen, helaas verslagen. De steden krijgen hun vrijheid. Er is een universiteit die open is voor iedereen en waar je gratis heen kunt. Er wordt theologie onderwezen, het kerkrecht, dialectiek, filosofie, medicijnen. Door professoren als Albert de Groot uit Duitsland, Thomas van Aquino uit Italië, Abélard uit Parijs en Roger Bacon uit Engeland. Rome! De rust, daar moeten we. Ja, het was Gods wil. En niemand mag zich verzetten tegen Gods wil. Maar hier op deze plek en met behulp van jullie allen... zullen we een groot huis voor het volk bouwen. Een kathedraal waarin ieder zich kan terugtrekken en zijn toevlucht kan zoeken. Dat is nog eens een goed idee. Maar ik ben nog niet klaar. Ik heb nog meer nieuws. Luister maar, we hebben namelijk in ons midden 2 grote bouwers. Profiteer van deze kans en geef alle uw bijdrage. Met veel enthousiasme kweet iedereen zich van zijn taak. Drinken, vrienden? Daar zeg ik geen nee op. Nou, ik kan niet zeggen dat jullie te langzaam zijn. Hé, hey, jongens, pas op de dier. Ja, daar komt ie. Ja, kom maar op. Ja, iedereen is hard bezig. Wat doe je nou? Dat is toch nergens voor nodig? Kijk toch uit. Men zet alles op alles. Auw! Ach! Het ziet er niet slecht uit, maar het is te nieuw. Oh,
Ben je gek geworden? Het is belachelijk om dat pronkstuk zo te vernielen. Het ziet er zoveel ouder uit. Oh nee. Het is 12:00. Zeg papa eens goeiedag. Doe maar, zeg maar dag tegen papa. Dag papa. We gaan het hijstoestel gebruiken. Zijn jullie bovendag klaar? Ja, ga je gang maar. Laat mij maar even. Van onderen! De ongelovigen zijn weer in Jeruzalem en ze ontheiligen alles. Geef u op voor de nieuwe kruistocht. En laat die honden het graf van Christus niet ontheiligen. We blijven niet lang weg. Let je een beetje op mijn zoon? Ja, natuurlijk. Voor de muren van Acre komen de troepen van Philips Augustus, koning van Frankrijk, samen met die van Richard, koning van Engeland. En vrienden? Slecht nieuws, sire. Doe, zeg het maar. Keizer Barbarossa is dood. Dood? Hij had net Korea veroverd, de hoofdstad van Armenië, en kreeg opeens reuzes in een bad te nemen. Helaas, hij werd onwel en verdronk. Wat doen we nu? We zullen door moeten gaan met de belegering van Acre, Richard. Nee, Philips. We hebben dan geen overmacht meer. Aanvallen moeten we. Daar komt hoog uit de bergen het leger van Saladin, die de belegerde stad te hulp komt. Er is geen sprake meer van aanvallen. Men slaat buiten de vestingwallen zijn kamp op. Tussen de schermutselingen doorsluit men zelfs broederschap. Er ontstaat een soort niemandsland met kleine winkeltjes waar handel wordt gedreven en waar men een zwaard ruilt tegen sterke drank en maliënkolders tegen schapen. Er worden zelfs feesten gegeven. Hoe moeten we dit nu doen? Ze zijn echt met te veel. Men bekijkt de verschillende tactieken van alle kanten. Uiteindelijk wordt het de aanval. En wel een bloedige. Als Philips van Frankrijk vertrekt, wappert de vlag van de kruisvaders over Acre. Je hebt je plicht gedaan, Philips. Richard de Eerste gaat alleen verder naar Jeruzalem om er zijn bijnaam Leeuwenhart te verdienen. Halt! We zijn omsingeld. Daar staan de kruisvaders voor Jeruzalem. Richard durft niet aan te vallen. De muren zijn te dik. De mannen van Saladin hebben zijn leger omsingeld, zodat de belegeraars riskeren zelf belegerd te worden. De mannen hebben daarom de wapens neergelegd. Er is een kamp opgeslagen. Op een dag echter, bij dageraad, terwijl de kruisvaders slapen. Kom op, jullie, we zullen ze krijgen. Oh.
Richard en ook enkele van zijn ridders hebben hun maliënkolders nog kunnen aantrekken en werpen zich in de strijd. Na een strijd van uren zien Richard en ook zijn paard eruit als egels. Zo vol geprikt zijn ze met pijlen. Het paard zakt door zijn knieën. Op 3 september 1192 sluiten Richard en Saladin een vredesverdrag dat de christenen de vrijheid laat hun heilige plaatsen te bezoeken. Richard Leonhard staat op het punt te vertrekken, maar belooft zijn nieuwe vriend terug te komen om Jeruzalem te veroveren. Saladin antwoordt hierop: als ik mijn grondgebied moet verliezen, doe ik het liever aan jou dan aan wie ook ter wereld. De jaren verstrijken. De kinderen van Pieter hebben zijn levenswerk voortgezet. En na hen zijn kleinkinderen. Naarmate de generaties elkaar opvolgden, zijn de muren hoger geworden. De kathedraal begint nu zijn definitieve vorm aan te nemen. Broeders, luistert allen! We moeten een nieuwe kruistocht voeren. Het heilige land is weer bezoedeld door de ongelovigen. Dank u voor de kathedraal. Ja, dat hebben we nodig, een vreemdeling. Jullie daar, luister eens naar me. De jeugd moet reizen. Heel goed, bedankt dat jullie meedoen. Eureka, nu moet het lukken. Joepie, 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 joepie. Deze keer zit het systeem waterdicht in elkaar. Kom aan, jullie daarboven. Nu is hij helemaal klaar. Tenminste, bijna. Het valt wel mee. Aderlater en poeier erop. Weer aderlater en poeder erop. Niet zo snel, deze is voor mij. Ah, u hebt gelijk, een mens kan zich vergissen, pastoor. Ah, daar heb ik er een die nog beweegt, die is voor mij. Meester, komt u onze gaven voor de kathedraal eens bekijken? Maar zien jullie dan niet dat ik bezig ben? Wacht nou eens eventjes. Oh. En mijn standbeelden, zijn ze niet mooi? En voelt u deze prachtige... Deze prachtige Madonna krijgt vast wel een mooi plekje. Dit gebrandschilderde raam is uit een stel... Stop! De stutten kunnen weg. Veronderen! Zie je, Pieter, zo moest het. Dit is de juiste constructie. Nee, nee, dat kan toch niet. Oh. Een idee als ik het nou eens zo doe. Komt allen binnen, komt binnen, broeders, komt binnen, komt allen binnen, broeders, komt binnen. De kathedraal, een huis voor het volk. Nu dan toch eindelijk klaar, schitterend. Er zullen nog enkele kruistochten zijn. Eén ervan heeft ongetwijfeld een verkeerd doel en zal zich meester maken van het zeer katholieke Constantinopel dat geheel en al geplunderd wordt.
De kruistochten, waar Urbanus II mee begonnen was 2 eeuwen eerder met de roep 'T is Gods wil. Het initiatief dat ertoe aanzette dat geheel Europa bedekt werd met een witte mantel van kerken in de 12e en 13e eeuw.